Hé, hey Rico. Dan zou je een spanningspartner hebben. Sport gaat niet vanzelf, dus ik zou zeggen omkleden. Let's go! Tot zo! Ik vind het een hele fijne sport. Niet alleen voor je conditie, maar ook wat het mentaal met je doet. Het geeft heel veel zelfvertrouwen. Ja, 100%. Het brengt zoveel meer dan alleen maar fysiek en lichamelijk bezig zijn. Wat je ook in de dojo leert, is niet alleen de sport, maar is ook respect. Ja. Lessen die je in het echte leven ook heel goed kunt gebruiken. Misschien goed om volgende keer zo je debat te beginnen. Heel goed. Ja, heel goed. Dit was top. Rechts is makkelijker voor mij. Oké, en links? Nee, die niet. Ja, dit is top. Hop, hop. Yes. Even los. En nu gaan we even gas geven. Oké. Okay. Ja? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En even ademen. Neus in, mond uit. Heerlijk. En dit is het leukste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 2, 1, 2, 1. Hoppa. Lekker. Oes. Oes, dankjewel. Gedaan. Ik sta hier namens 10 miljoen sporters in Nederland. Maar door financiële moeilijkheden zijn er ook een hele grote groep die niet kunnen sporten. En die kansongelijkheid, ja. Ik vind dat we die tegen moeten gaan. Dus wat gaat de politiek hier aan doen? Het is ontzettend belangrijk dat iedereen toegang heeft tot sport. Welke sport dan ook, dat je mee kan doen. Sport verbroedert, hè? Dat bindt mensen. 100%. Dat weet jij beter dan ik. En dat betekent dus inderdaad gezinnen die het niet breed hebben, die daar misschien niet aan mee kunnen doen, dat we daar extra oog voor hebben. En dat kan je doen door ervoor te zorgen dat sportverenigingen en scholen, onderwijs, veel meer samenwerken. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld beurtsportcoaches. Die ook die verbinding echt kunnen leggen en ook kunnen zien. Hier valt echt heel veel te winnen. Sport gaat dwars door culturen, ja. Door leeftijden. Sport gaat dwars door alles heen. Het maakt niet uit waar je bent opgegroeid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Ja. Zoals ik zelf ook gezien heb. Maar als je dan net even dat duwtje in de rug krijgt van de politiek, dat je kan sporten, ja, weet je nooit wat er kan gebeuren. En daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, dat we ook in Nederland onze sporthelden eren, zoals jij. Topsportevenementen ook hier naartoe proberen te halen. Want ja, hoe mooi is het als je in het hele land achter Oranje staat of achter één sporter staat. Dat is gewoon geweldig. Zeker. En dat zijn de momenten ook dat we alle verschillen vergeten. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, wie je bent, wat je achtergrond of wat je cultuur is. Nou, volgens mij is dat het allermooiste wat er is. Heel veel succes 4 november voor de Glory. Ik ga echt juichen voor je. Maar jij natuurlijk ook heel veel succes. Dank je. Want jij gaat ook een flinke wedstrijd tegemoet. 22 november, allemaal stemmen, want dan krijgen we dit voor elkaar. Want sporten gaat niet vanzelf.